dames en heren kijkers en luisteraars. Er circuleert een filmpje waar ik met enkele jongeren sta op Flora. En inderdaad, de indruk wat daar gewekt wordt is absoluut niet goed. De president op Flora. Ja, ons met de 100. Ja man! Dat is nog van wie ik veilig. Ja, ik ben er gewoon met de Maar het is in een spontane situatie ontstaan waarbij ik voorbij reed. Jongeren hadden problemen, die stopten. En toen kwam er een groep. Hoewel de veiligheidsdienst zei van hou jullie afstand, hou rekening met de COVID-situatie. Op een bepaald moment liep het uit de hand, want de een belde de andere. En een hele stroom kwam af. Ik zeg, kijk, zo kunnen we niet praten. Ik heb een groep geformeerd die daar met de problemen, er zijn al een paar geweest, die daar met de problemen op schrift bij me zouden komen en we zouden kijken via volkscontact hoe deze zaken opgelost kunnen worden. Maar in algemeenheid bied ik hierbij mijn verontschuldiging aan. Zeker aan het COVID-team en aan het Surinaams volk. Het was geen, zeker geen goed voorbeeld hoe de zaak is overgekomen. Maar gelooft u me, het is geen willens en wetens daar gaan en mensen optrommelen. Het is in zo'n korte tijd spontane actie vanuit die gemeenschap. Maar tegelijkertijd hebben we de COVID-regels overtreden. En dat kun je natuurlijk als gezagsdrager absoluut niet toestaan en het is afkeurenswaardig. We bieden onze verontschuldiging aan de hele Surinaamse gemeenschap. Ja, ons met de 100. Ja man! Ja. Dat is nog van wie gaat veiligheid. Ja, ik ben er Maar tegelijkertijd hebben we de COVID-regels overtreden en dat kun je natuurlijk als gezagsdrager absoluut niet toestaan. En het is afkeurenswaardig. We bieden onze verontschuldiging aan de hele Surinaamse gemeenschap. Met dat je grant aan je.